Welkom bij deze nieuwe video op mijn kanaal. Precies. Vandaag gaan we een mandala tekenen. Nou, laat hem maar zien dan. Kijk, we gaan deze mandala tekenen, maar we hebben een twist. Nee, maar wat is een mandala? Een mandala is een ronde vorm met kleurtjes. Ik heb een feitje. Een ronde vorm met kleurtjes. Er staat een mandala in zwart-wit altijd, als je tekent, en daarna gaan ze pas inkleuren. Ja, en wat heb je allemaal liggen? Dus wat zijn feitjes. In de Hindoe-Rig-Veda wordt de term mandala's gebruikt voor de gestructureerde kennis die kan gerecruiteerd worden. Heel maar we hebben een twist. We gaan wat heb je hier? We gaan de Tree Marker Challenge doen, maar dan met 3 kleuren. En hoe gaan we dat dan doen? Mag ik zo pakken? Zo? Ja, je mag zo pakken. Nee, maar dan moet je geblinddoekt zijn, wil je toch? Ja, dus zo. Ja, oké. Okay. Ja, dan hou ik mijn ogen dicht en dan pak ik er 3 uit. Maar ik heb nog een feitje. Gaan ze. Psychiater Carl Gustav Jung zag de mandala als voorstelling van zijn onbewuste zelf. Ja. Jij mag krabbelen. Ik pak een rode. Bijna rood. Bijna rood. En nou wil ik een blauwe. Een groene. En nou komt de blauwe. Ja. Ja, jij houdt je ogen dicht. Het is een paars. Ik ga geel pakken. Oh. Nog één nu kans. Nu wil ik wil geel pakken. Nee, dat is ook een hele... Maar het is wel rood. Je hebt een hele mooie donkere kleur. Dat komt vast mooi. Ik heb nog een feitje. Oh, dan gaan we weer een feitje doen. De oudste mandala behoren tot de Himalaya boeddhisme. Zijn achterhof in Dukang Gompa in Laka. Lada. Ja, dus? Dat is een feitje. Oh, oké. Okay. En we hebben die mandala hier liggen. En we gaan het nu tekenen. Ja, nee. We gaan inkleuren, luid. Inkleuren. We gaan kleuren. En wie gaat er beginnen? De tekeningen ingekleurd. Oh ja, natuurlijk Jan. Ingekleurd. En ik heb een mooie tekening met rood, paars en bruin. Dus laat even je kleuren zien. Welke kleur had je nou? Je had eigenlijk hele moeilijke donkere kleuren eigenlijk. Ik heb dat ook gedaan. Je hebt 4 kleuren, want het is ook nog wit. Ik heb gewoon wit gebruikt, dus ik heb eigenlijk 4 kleuren. Nou, dan is het wel goed gezien voor jou. Kleur. Deze tekeningen gaan we op onze kamer hangen. Oh, nou, dat is goed. Oké, dan zijn we eruit. Ja, trouwens, ik heb ook nog een feitje. Mandala. Ja. In het bijzonder, het midden kan tijdens de meditatie worden gebruikt als een object om de aandacht op te richten. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, leuk. Goed. Bij een mandala gaat het om een precies werk met nauwgezette, gedefinieerde uitbeelding van een hemelse goddelijke paleis dat in het centrum staat en gewoonlijk is weergegeven door een vierkant dat omgeven is door een cirkel. Als jullie in de comments willen schrijven welke tekening jullie het beste vinden. Even ook in de comments schrijven iets leuks over ons. Oh, abonneer met het belletje aan. Like, abonneer en dan zie je de volgende keer weer. Doei!